En dan nu? Hallo kijkers, hoe word je museumdirecteur? Je kiest een onderwerp dat nogal gevoelig ligt en waarvan er al 80 musea in Nederland zijn. Dan ga je wat photoshoppen en maakt een bitboek. Je rekent wat vaar, je komt uit op 2 miljoen verlies per jaar. En je krijgt, omdat je inspeelt op de grootheidsdrang van sommige bestuurders, 50.000 euro om je plan verder te ontwikkelen. Vervolgens ga je wat achterkamertjes onderhandelen en je speelt wat partijen tegen elkaar uit. En alle rapporten die nog verschijnen waarin staat dat je nog meer verlies gaat draaien, die hou je in de la. Rapporten waarin staat dat het 26 miljoen kost om het aan te leggen, die worden niet gepubliceerd. En het rapport over ongeoorloofde staatssteun verklaar je tot geheim. Vervolgens photoshop je een nog groter rapport in elkaar, rekent het nog eens een keer door en komt uit op maar 7.500 euro verlies per jaar. Goed, kan ook. Krijg je 200.000 euro bij om je plan nog verder te ontwikkelen. Je wisselt ondertussen 2 keer van voorzitter. Ja, en je duwt de samenwerkende musea waarmee je begonnen bent vriendelijk de Waal weer in. Dan huur je een projectmanager in voor 70.000 euro op jaarbasis. En een publiciteitsmedewerkster die ook een kleine 5.000 euro in de maand verdient. Die laat je dan wat meespreeksessies organiseren. 1 voor de bobo's, die is geheim, daar weet ik niets van. En 4 voor het volk. De 2 sessies die wel door zijn gegaan, werden zeggen en schrijven bezocht door 50 mensen. Denkt u daar straks eens even over na, als u in het 3e haalbaarheidsonderzoek leest dat de ideeëninput die toen verzameld is, geïmplementeerd is in het concept en dat het volk erover mee heeft mogen praten. Tot zover deze tips voor een oorlogsmuseum in een middelgrote stad in het land. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Over de vraag die Jacques Splinter stelde naar de 6 rapporten die nog in de la liggen, zult u in het rapport in september niets terugvinden.